U vertrouwt op de 7 voor de beste inzichten. En op fiber van Proximus voor het snelste internet van het land. Welkom bij de 7 van de 7. Elke maandag 7 vragen aan een kopstuk van een van de 7 grote partijen. Dit is Roan van Eijk. Goedemorgen, als je maandagochtend luistert tenminste. Geen gewone 7 vandaag, wegens feestdag wel een nieuwe 7 van de 7. Nog 3 weken te gaan tot de verkiezingen. Het begint stilaan te spannen, hè. Maar mocht je nog niet helemaal zeker weten waar al die partijen precies voor staan en waarom ze vinden dat ze jouw stem verdienen, dan ben je hier op de juiste plek. 7 vragen, deze keer aan Melissa de Prateren, voorzitter van Vooruit. De socialisten, tot voor kort nog SPA en tot voor nog korter nog de partij van Con Rousseau, zitten op Vlaams niveau in de oppositie en besturen op federaal niveau mee in de Vivaldi-coalitie. Ze stonden mooi in de peilingen, maar na de racistische en seksistische uitspraken van Rousseau en de voorzitterswissel nemen ze een stevige duik. De 7 van de 7. 1. Melissa de Prateren. Waarom moeten mensen op u stemmen? Omdat wij de partij van de koopkracht zijn. We hebben de voorbije jaren de koopkracht ook heel sterk beschermd. Het beste van heel de wereld. Maar we merken dat voor veel mensen die koopkracht toch nog altijd onder druk staat. Dat veel mensen het moeilijk hebben om rond te komen of om op het eind van de maand ook nog iets plezant te doen, iets te kunnen sparen. We betalen gewoon heel veel belastingen in ons land op uw loon, op arbeid. En dat is voor ons natuurlijk wel de uitdaging om ook nu weer die koopkracht te gaan beschermen op het moment dat er moeilijke tijden aankomen. Ik hoor heel veel partijen alweer zeggen dat ze fors in de pensioenen, in de gezondheidszorg gaan besparen. Maar ook om ervoor te zorgen dat gewone dingen terug mogelijk worden. Een eigen huis kopen voor jonge mensen, niet meer evident. De bus nemen, niet meer evident. Een plek in de kinderopvang, ook niet meer. Dus voor ons is dat echt wel dé uitdaging. Ervoor zorgen dat mensen erop vooruit gaan. En dat de dingen die vroeger heel gewoon waren, ook gewoon terug mogelijk worden. 2. Koopkracht en gewone dingen terug mogelijk maken. Laten we dat eens wat concreter maken, hè. Wat moet er absoluut in het regeerakkoord staan als uw partij meeregeert? Wel, in het federale regeerakkoord zal het voor ons een absolute noodzaak zijn om ervoor te zorgen dat werken meer opbrengt, meer loont. Dat is natuurlijk een beetje een no-brainer, maar toch is het niet gebeurd de voorbije jaren. Ik vind dat wie werkt op het eind van de maand ook gewoon voldoende moet overhouden om iets leuk te kunnen doen, om te sparen, om alles betaald te krijgen. En nu is het vaak zo dat je heel veel belastingen betaalt op je loon. En als wij zeggen dat wij de partij van de koopkracht zijn, dan betekent dat natuurlijk dat mensen ook meer koopkracht moeten hebben en meer van hun loon moeten overhouden. Vlaams regeerakkoord, wat er voor ons dan absoluut belangrijk is dat er in dat Vlaams regeerakkoord komt dat er minstens 1 gratis warme maaltijd op school moet komen. Als kinderen een hele dag op school zitten, is het ook wel belangrijk dat zij zich kunnen concentreren. En op een lege maag lukt het niet om op te letten of om te studeren. Dat is voor ons wel belangrijk. We doen het eigenlijk op verschillende plaatsen waar wij mee in de meerderheid zitten. En we merken dat dat toch een positief effect heeft op onze kinderen en op hun studieresultaten. 3. Aan de andere kant, wat mag er absoluut niet in het regeerakkoord staan als uw partij mee regeert? Absoluut niet in het regeerakkoord zijn besparingen op de gezondheidszorg. Ik hoor heel veel partijen daar nu over bezig, zeker aan de rechtse kant, dat zij de problemen die er zijn op vlak van begroting, want dat is absoluut iets waar we veel aandacht voor moeten hebben, dat ze die willen gaan oplossen door bijvoorbeeld te besparen in de gezondheidszorg. Wel, ik merk dat heel veel mensen nood hebben aan zorg. Als ik tegenwoordig in volle campagnetijd van deur tot deur ga, valt het mij enorm op dat mensen vooral bezig zijn met zorg. Zorg die zij nodig hebben, jarenlange wachtlijsten waar zij op staan, zorg die niet altijd even toegankelijk of betaalbaar is. En we hebben de voorbije jaren met Frank van den Broeke op Volksgezondheid heel veel extra geïnvesteerd in de zorg, net om ervoor te zorgen dat mensen wel voor 4 euro naar de huisarts kunnen, voor 11 euro naar de psycholoog. Voor kinderen en jongeren is dat zelfs gratis geworden tot 24 jaar. En voor ons is het echt wel duidelijk dat we daar verder moeten in investeren. En zeker nu niet moeten gaan besparen. Er zijn overal tekorten in de zorg, er zijn overal mensen tekort. En heel veel mensen hebben echt nood aan goede en betaalbare zorg. Dus voor ons is dat wel een heel duidelijke no-go voor een volgend regeerakkoord. Investeren dus en niet besparen, althans niet in de zorg. Maar onze begroting is niet op orde, mevrouw de Prateren. Wat gaat u daar dan aan doen? Want ik ga ervan uit dat ook u de begroting graag wil herstellen. Voor alle duidelijkheid, voor ons is dat een heel belangrijk punt.
Want wij rekenen op een goede begroting om ervoor te zorgen dat je natuurlijk een sterke sociale zekerheid hebt, een sterke welvaartsstaat. En dat kan alleen maar als ook je begroting op orde geraakt. Wat dat er allemaal moet gebeuren. Het is een heel pak. Is ten eerste ervoor zorgen dat het verschil tussen werken en niet werken groter wordt, waardoor we mensen kunnen stimuleren om aan het werk te gaan. Ten tweede, ja, we gaan ook echt wel iedereen die niet aan het werk is, zoveel als mogelijk moeten stimuleren richting een job, alle kansen bieden. En de groep langdurig zieken wordt daarbij een hele belangrijke. Maar daarnaast zal er natuurlijk ook hervormd moeten worden. En er zal zeker ook bespaard moeten worden. Elke euro die uitgegeven wordt, zullen we 2 keer moeten omdraaien. Want van die projecten zoals subsidies voor elektrische wagens aan 5000 euro per stuk of subsidies voor kookapps, noem maar op. We kunnen ons dat eigenlijk niet meer permitteren. Er komen moeilijke budgettaire tijden aan en we zullen dus al die dingen samen moeten doen en hervormen en mensen aan het werk krijgen en besparen en ook investeren. Dat klinkt misschien omgekeerd in zo'n logica, maar elke ondernemer weet dat als je vooruitgang wil boeken, dat je ook investeert. En er zijn ook wel een aantal investeringen die op het eind van de rit ook gewoon opbrengen in onderwijs, in onze jeugd, in openbaar vervoer. 5. Met welke partij of partijen stapt u zeker niet in een regering? Met het Vlaams Belang, extreme partijen, extreem rechts. We zien eigenlijk ook overal in Europa waar zij aan de macht komen, dat mensen erop achteruit gaan. Op vlak van hun veiligheid, op vlak van hun vrijheid, zeker als het gaat over homorechten, noem maar op, LGBTQ-rechten. Maar ook op vlak van hun welvaart gaan mensen er echt gewoon op achteruit. Italië is denk ik het meest recente voorbeeld waar men aan de macht kwam met een extreemrechtse premier en waar een van de eerste dingen die gebeurd zijn het pensioen van mensen voor een stuk verminderd. Dus tienduizenden gepensioneerden zijn daardoor in de armoede gestort. Dat is absoluut niet hoe dat wij het zien voor onze toekomst. Conclusie is heel duidelijk, hè. Met beide extreme partijen stort uw economie eigenlijk in of wordt uw begrotingstekort nog veel groter. En dat is natuurlijk een groot probleem, ook met PvdA. Zij zeggen wel dat zij ook voor meer koopkracht zijn, dat zij vaak dezelfde problemen als die van ons aankaarten, maar de oplossingen blijven uit. En als je natuurlijk met vooruit als de partij van de koopkracht wil dat mensen erop vooruit gaan, dan zal dat heel duidelijk ook niet met PvdA lukken. 6. Vooruit leek op weg om te stunten, hè, bij de verkiezingen, maar we zien nu een terugval in de peilingen. Hoe komt dat? Wel, een jaar geleden stonden wij op ons beste peilingsresultaat. Toen haalden wij 17%. Dat is ook op het moment dat wij het heel veel hadden over hoe dat wij problemen van mensen zouden oplossen. Over hoe dat wij mensen aan een job zouden helpen, hoe wij zouden investeren in de kinderopvang, in het onderwijs. Dat was ons beste resultaat. Ja, ik moet daar niet flauw over doen. Natuurlijk hebben wij in de maanden die daarop gevolgd zijn ook wel wat miserie gekend. Onze voorzitter is opgestapt, we hebben een wissel moeten doen. Het ging te veel over personen en over gedoe rond de partij en te weinig over de inhoud. Wat ik nu wel merk, is dat die bladzijde volledig is omgeslaan, dat we in volle campagne zitten en dat we daar ook terug heel hard over die problemen kunnen hebben en dat mensen wel weten dat ze met ons zeker zijn waar ze voor stemmen, dat wij weinig beloven, maar het wel waarmaken. Dus we zullen zien wat het resultaat is. Maar ik ben er wel van overtuigd dat wij daar op een positieve manier iedereen zullen kunnen verrassen. 7. Nou, u zegt het, de voorzitter is opgestapt. We kunnen er niet rond. Dan hebben we het over Con Rousseau, omstreden figuur intussen. Nu wel terug op de kieslijst in Oost-Vlaanderen. Kan hij wat u betreft minister worden in een volgende regering? Ja, de vraag die nu wordt gesteld aan de Oost-Vlaamse kiezer is er in de politiek nood aan iemand als Con Rousseau? Hij staat op de allerlaatste plaats, hij is lijstduwer voor het Vlaams parlement in Oost-Vlaanderen. Dus de kiezer zal beslissen. Hij staat niet op een plaats waar hij automatisch verkozen geraakt. Dus ik zal het niet beslissen. Conner zal het ook niet zelf beslissen. Het is aan de kiezer om zich daarover uit te spreken. En wat ik merk als ik met veel mensen spreek, is dat zij vooral onthouden hebben ook van Conner dat hij wel ook degene is geweest die heeft gezorgd voor hogere pensioenen, voor vooruitgang, die heel veel heeft gefocust op het welzijn van kinderen, op jeugdzorg enzovoort. En ik denk dat veel mensen effectief wel vinden dat er nog een rol voor hem is weggelegd. Maar dat is de eerste vraag. Zal hij verkozen geraken op 9 juni? Wel of niet? Wie er daarna voor ons eventueel minister wordt, als wij in een regering zitten, dat zullen wij dan wel zien. Ik ben daar op dit moment totaal nog niet mee bezig. Anderen wel, merk ik, maar ik nog niet. Dus eerst 9 juni en daarna zien we wel. Doorgelicht.
Tijd om alles wat Melissa de Prater net heeft gezegd, is door te lichten. Tegen het licht te houden met Jasper Doren, chef politiek hier bij De Tijd. Dag Jasper. Dag Roan. Wat zijn de sterktes van Melissa de Prater en vooruit? Wel, het vooruit van vandaag lijkt nog maar een weinig op de SPA van 2019. Onder het voorzitterschap van Conde Rousseau zijn de interne ruzies gestopt, is het profiel van de partij aangescherpt en heeft het zelfvertrouwen een grote boost gekregen. Rousseau maakte de partij ook flinkser. Op migratie werden de socialisten scherper, wat bij een deel van de achterban gevoelig ligt, maar wat het potentieel in het centrum groter maakte. En het Franse schrikbeeld waar de PS, de Franse socialisten, op enkele jaren tijd helemaal van de kaart werden geveegd, is daarmee weg. Ja. Vooruit voelde zich ook heel comfortabel in de Vivaldi-regering. Het zwaartepunt van die regering lag duidelijk links. En Melissa de Prater zegt altijd dat ze heel weinig beloofd hebben in de campagne van 2019, maar veel verwezenlijkt. Denk aan de hogere minimumpensioenen en hogere uitkeringen. Met Frank van den Broeke beschikt Vooruit ook over een sterke vicepremier. Collega's in de kern worden soms horendol van zijn professorale opstelling, maar hij kent zijn dossiers als geen ander en hij weet hoe hij moet onderhandelen en dat geeft de partij serieus. Oké, dan de andere kant. Wat zijn de zwaktes? Maar de grote sterkte van Vooruit bleek ook de grote zwakte. Een groot deel van het succes was te danken aan Conde Rousseau. Hij heeft inhoudelijk en organisatorisch veel kunnen veranderen, maar hij beschikte ook over een hoog Icarus-gehalte. En het is dan ook misgelopen door zijn racistische en vrouwenvriendelijke uitspraken tegenover de politie begin september vorig jaar. Ja. Was zijn positie onhoudbaar geworden en moest hij ontslag nemen als voorzitter. Nu, opvolgster Melissa de Prater heeft onmiskenbaar talent. Ze heeft voor een socialist haar eenvoudige afkomst mee. Ze verwijst daar ook vaak naartoe. Ze houdt stand in debatten, maar het Conner-effect dat je in de peilingen zag, dat is duidelijk weg. Ja. Als lijstduwer in Oost-Vlaanderen werkt Rousseau nu aan een comeback. Maar voor een groep progressieve kiezers die zwaar tellen naar racisme, is Vooruit meer dan waarschijnlijk geen optie meer. Er was ook gemor omdat over Rousseau's uitspraken in de partij heel vaak klonk ja, maar... Maar zoals Antwerps kopstuk Ginny Beelzit zei, bij racisme is er eigenlijk geen maar. En door in eerste instantie vast te houden naar Rousseau en door hem meteen een tweede kans aan te bieden, ontstond het beeld van een partij die electoraal gewin belangrijker vindt dan eigen principes. En Vooruit is zo niet meer het aantrekkelijke merk dat het een jaar geleden was. Toen leek het erop dat het na het Vlaams Belang en de N-VA gemakkelijk de derde partij van Vlaanderen zou worden en dus de grootste van de kleine partijen. Maar dat wordt nu nog een heel moeilijke strijd. Goed, conclusie en pronostiek? Vooruit is ooit gepeild op 17%, tegenwoordig is het eerder 13%, maar het is wel die 17% waar op verkiezingsdag naar zal worden gekeken. En gezien Rousseau's uitspattingen wordt het moeilijk om dat te halen. En voor Vooruit recht zo de perceptie te ontstaan dat het resultaat nooit goed genoeg is. Dus voor Melissa de Prater is het absoluut geen gemakkelijke campagne. Dankjewel, Jasper Doren. Graag gedaan, Roan. 5 gedaan, nog 2 te gaan. En intussen sluipt 9 juni steeds dichterbij. We volgen nog altijd de rangorde van de vorige verkiezingsuitslag, van groot naar klein. Dat betekent dat het volgende week de beurt is aan Groen. Met 7 vragen aan co-voorzitter Jeremy van Eekhout. Heel graag tot dan. Dit was de 7 van de 7 met Roan van Eyck. Bedankt om te luisteren. Volgende maandag zijn we er weer. Tot dan. Met Fiber van Proximus download en upload u in een mum van tijd documenten, grote bestanden of podcasts, zoals degene waar u net naar luisterde. Met onze internetverbinding, uitgeroepen tot snelste van het land door de onafhankelijke speedtest van Ookla, garanderen we uw zaak de beste prestaties. Lees er alles over op proximus.be/businessflex. Meer weten? Onze 300 business experts staan klaar om u verder te helpen. Proximus. Think possible. De nieuwe ontwikkelingen van artificiële intelligentie komen in golven op ons af. Binnenkort zal AI naadloos verweven zijn in diverse aspecten van ons leven. De maakindustrie, de gezondheidszorg of misschien zelfs op de werkvloer. Zal dit de productiviteit verhogen? Zullen complexe vraagstukken in de gezondheidszorg sneller een antwoord krijgen? En zal AI voor nog een betere tijdsindeling zorgen op de werkvloer? EY biedt al een glimp van dat toekomstbeeld. Wil je graag meer lezen of luisteren over AI? Ontdek alle andere artikels en podcasts via tijd.be/inzicht.